Wat fijn om jullie allemaal hier te zien. Jullie hier in deze zaal. Wat fijn gewoon met jullie hier in het echt. En jullie allemaal thuis natuurlijk. En wat fijn om weer in Rotterdam te zijn. Vanochtend kwam ik hier al aan en heb ik een kleine omweg genomen. Om langs de Hef te rijden. De brug die inmiddels iedereen kent. En ik had hem wel vaker gezien van een afstandje. Maar ik wilde hem nu eens van wat dichterbij bekijken. En wat een ongelooflijk indrukwekkende brug is dat. En ik ben er ook meer over gaan lezen. Ik wilde toch weten, waar hebben we het nou eigenlijk over? En als kind uit Brabant is het dan mooi om te zien hoe belangrijk deze spoorwegverbinding is geweest. Dus de verbinding van de Randstad en het zuiden van het land. En ook dat direct na de Tweede Wereldoorlog dit een van de eerste monumenten van de stad was die werden opgeknapt. En we spreken natuurlijk over niet omdat het zo'n mooi monument is, maar omdat het in het nieuws was. Omdat Jeff Bezos een enorme boot heeft gekocht van 500 miljoen euro. Dat is ongeveer net zoveel, dat bedrag, als wat dit kabinet wil bezuinigen ieder jaar op de jeugdzorg. En zijn boot moet er doorheen. En ik denk dat op menige huiskamer, bij menige koffieautomaat het hierover is gegaan. Moet dat nou wel of moet dat nou niet? En een argument wat je dan hoort is, ja, maar hij betaalt er toch zelf voor? Ja, hij betaalt er zelf voor. En dat is nou precies het probleem. Niet alles zou te koop moeten zijn. Want je kan het ook op een andere manier bekijken. Nog iets wat je ook zelf zou kunnen kopen in het klein. Maar niet minder belangrijk. Misschien nog wel belangrijker. De afgelopen jaren zijn de uitgaven in Nederland aan huiswerkbegeleiding en aan bijlessen enorm gestegen. Terwijl onderwijskansen natuurlijk niet afhankelijk zouden moeten zijn van de portemonnee van je ouders. Je kan zeggen, ja, maar ze betalen er toch zelf voor. Maar het doet iets met onze democratie. En hetzelfde geldt voor donaties aan politieke partijen. Je kan zeggen, het is een manier waarop mensen hun betrokkenheid laten zien bij politiek. Dat vind ik ook. Dat is het zeker. Als je kijkt, als iedereen een kleine bijdrage kan leveren, dat je samen iets groots kan doen. Maar er zijn ook politieke partijen die zeggen, als jij ons duizenden euro's betaalt, dan ben je welkom op speciale diners. Waarmee je toegang hebt, exclusief tot Kamerleden en tot ministers. En wat dit allemaal met elkaar te maken heeft, deze voorbeelden die ik zo noem, is dat niet alles te koop zou moeten zijn in een democratie. Ons democratisch ideaal van dat iedereen gelijk is. One person, one vote. Vakantiegelijkheid. Dat het er pas echt toe doet wie je bent, wat je kan, wat je talenten zijn, je doorzettingsvermogen. Dat bepaalt in het leven waar je komt en niet de portemonnee van je ouders. Ongelijkheid zet dat democratisch ideaal onder druk. En dat is een probleem. En die ongelijkheid die groeit. Piketty, de Franse econoom, ik mocht hem een aantal jaren geleden naar de Tweede Kamer halen, die beschreef het al. Die zei, uiteindelijk groeit kapitaal altijd harder dan inkomen. Als je huizen bezit, als je aandelen bezit, dan word je altijd rijker dan als je gewoon werkt. Het is bijna een natuurwet, zou je kunnen zeggen. Maar het erge is dat in Nederland dat ook nog wordt versterkt. Doordat kapitaal in Nederland bijna niet belast wordt. Ik zit nu bijna 12 jaar in de Tweede Kamer en ik heb onwijs veel portefeuilles gedaan. Maar iedere keer lukt het de Tweede Kamer niet om echt tot de fundamentele kritiek te komen op hoe onze economie nu werkt. Het gaat altijd over koopkracht. Esma, we hadden het erover. En als je in de bijstand zit, dan doet het er echt toe of je een tientje per week meer te besteden hebt of niet. Maar het is natuurlijk niet het echte probleem van ons economisch systeem. Ja, we kunnen elkaar bevechten om te kijken hoe we bij de ene groep een paar tientjes weg kunnen halen om het aan de andere te geven. Maar als we er niet voor zorgen dat de structurele ongelijkheid in onze samenleving wordt opgelost, dan is dat een gevaar voor onze democratische rechtsstaat. Want hoe kan het, en Sander Schimmelpennink, voor wie ik mijn grote waardering wil uitspreken, ik weet dat er ook veel kritiek op hem is, maar hij steekt zijn nek uit. Met zijn serie laat hij zien wat er structureel mis is met ons belastingstelsel. Hoe kan het dat je als verpleegkundige meer belasting betaalt over het geld dat je verdient in een ziekenhuis, dan dat je dat betaalt als huisjesmelker? Want dan betaal je 0% belasting over het inkomen dat je krijgt uit die pandjes die je bezit. En hoe kan het dat als jouw ouders komen te overlijden, ze hebben een beetje gespaard, ze hebben misschien een huis dat is afbetaald, dat je daar meer dan 20% belasting over moet betalen, maar dat als je ouders heel veel pandjes hebben en heel veel vermogen, dat je dat dan in een trust stopt,
En dan noemen we het in één keer een familiebedrijf. En dan is er een regeling, de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. En die zorgt ervoor dat je helemaal geen belasting hoeft te betalen over die erfenis. Nederland is het enige land waar, als je heel veel geld hebt, je niet extra belasting hoeft te betalen, maar je er geld bij krijgt. En dit is wat we echt moeten veranderen. Niet alleen maar de discussie over de koopkracht, over de gemiddelde, over de plaatjes. Nee, de fundamentele discussie. Om ervoor te zorgen dat we ons economisch systeem echt veranderen. En het mogen duidelijk zijn, ik maak me zorgen over onze democratie. Dat heeft te maken met ongelijkheid. Maar deze dagen misschien nog wel veel meer met de opkomst van extreem recht. 6 januari was voor mij altijd al een hele bijzondere dag. Het is de verjaardag van een van mijn kinderen. Het is natuurlijk 3 koningen. Maar sinds vorig jaar is het nog een andere dag. Het is de dag waarop een losgeslagen menigte onder leiding van een democratisch gekozen president het Capitool in de Verenigde Staten binnenviel. Het parlement. En ieder die denkt, ach, daar ligt toch een oceaan tussen. Het is dichterbij dan ooit. Kijk, onze democratische rechtsstaat, dat is het fundament van onze vredelievende samenleving. En democratie is... Nee, ik ga dat anders beginnen. Ik spreek wel eens met captains of industry. Mensen die grote bedrijven leiden. En dan zeggen ze, kan dat niet een stuk efficiënter daar in Den Haag? Kunnen jullie dat niet gewoon wat minder lang praten, gewoon een besluit nemen en daarbij blijven? En dat snap ik heel goed, want het is vaak heel stroperig, die democratie. Maar dat is zo stroperig omdat we samenleven met zoveel verschillende meningen. En dat je een manier moet vinden om dan vreedzaam met elkaar die meningsverschillen op te lossen. Samen standpunten in te nemen, besluiten te nemen. Dat is de democratische rechtsstaat. Je kan het nog zo met elkaar van mening verschillen. We accepteren de regels van die rechtsstaat. En als je dat niet doet, dan is er 1 rechte glijbaan naar geweld. En dat is waarom ik zo buitengewoon kritisch en ook boos ben. En de grens trek tegen partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV. Je kunt niet standpunten hebben in het politieke debat en die met elkaar willen uitwisselen, maar niet die democratische rechtsstaat accepteren. Het is niet zonder gevolgen als je wetenschappers verdacht maakt. Journalisten. Het is niet zonder gevolgen als je zegt, politici die moeten worden opgespoord en voor tribunalen worden gebracht. En als ze dan vervolgens de vraag krijgen, zeg nou, doe aangifte. Breng ze voor de rechter. Als je zegt, ik vertrouw de politie niet, ik vertrouw de rechters niet. Dat blijft niet zonder gevolgen. En daarom zeg ik vandaag, op deze plek, GroenLinks gaat niet besturen met partijen als de PVV en Forum voor Democratie. Ze doen op bijna meer dan 50 plekken in het land mee. We gaan het niet doen. En ik zou ook een oproep willen doen hier. Aan alle andere partijen die de democratie echt lief hebben. Doe het niet. Trek een democratische grens. Want onze democratische rechtsstaat is in gevaar. En als zoiets bijzonders in gevaar is, dan hou je het niet alleen bij woorden. Dan keur je niet alleen af. Dan onderneem je actie. Maar onze democratie is ook ongelooflijk weerbaar. En veerkrachtig. Want onze democratie die maken we iedere dag zelf. Wij bepalen op welke manier we dat vormgeven. En ik vind dat onze bestuurders dat in de steden fantastisch doen. Ik sprak deze week met Judith Bokhoven, bestuurder hier in deze stad, onze lijsttrekker. We maakten een belafspraak, we waren aan het appen. En ik kon haar bellen naar achter, want ze ging een weg openen hier. Een weg waar je van, als ik het goed zeg, 50 km per uur naar 30 km per uur ging. En ze vertelde me daar dat ze de vraag kreeg, kan je dit nou wel maken tegen al die automobilisten? 200.000 auto's die hier iedere dag over deze weg rijden.
En haar antwoord was eigenlijk heel simpel. Dat kan ik wel zeker, kan ik dat maken. Want er zijn ook 200.000 fietsers die over deze weg rijden. En toen moet ik denken aan wat Kim Putters net zei. Over eigenlijk die stille meerderheid. Er is in de politiek heel vaak aandacht, dan wel voor de mensen met veel geld, of die brug. Ik betaal zelf wel voor het verplaatsen. De mensen die veel kabaal maken, zoals een auto dat ook doet. Maar die stille fietsers, die horen, die verdienen het ook om gehoord te worden. En Esma Lala, die deze week in een prachtige gele pak achter op de vuilniswagen stond. En de betekenis van dat jij een maand in de bijstand bent gaan leven, die mag je op geen enkele wijze onderschatten. Daarmee geef je mensen een stem die niet een tafel kunnen kopen bij een fancy etentje van een politieke partij. Je zorgt ervoor dat hun stem gehoord wordt. En dat is waar democratie over gaat. Niet het meeste geld, niet de plek waar je geboren bent, maar je talenten doen ertoe. Jouw noden doen ertoe. Of je gezien wordt door politici. En dat is wat me trots maakt om GroenLinks'er te zijn. Het zijn slechts twee voorbeelden van al die bestuurders in ons land die iedere dag Nederland beter maken. Die onze belofte van verandering in de praktijk brengen. En daarom kijk ik vol optimisme en hoop naar de volgende weken. Waarin we samen weer campagne gaan voeren. Er mag weer meer. We kunnen weer de straat op. Langs de deuren. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Maar het zou zomaar kunnen dat we weer meetups krijgen. En ik kijk er naar uit om samen met jullie te strijden. Want de verandering die we sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen op zoveel plekken hebben ingezet, die is nog lang niet klaar. En samen gaan we ervoor strijden dat we daarmee door kunnen gaan. Dank jullie wel en tot snel.